Deze beschouwing, die hou ik op zaterdag 20 juli 2019. Over iets meer dan een maand ben ik jarig en dan word ik 60. Een mooie mijlpaal. Ik vind 59 ook wel een mooie leeftijd, moet ik zeggen. 49, dat. Dat vond ik wel een beetje een top uh, leeftijd, hoor. Zeven keer zeven jaar. Deze beschouwing die, uh, die gaat over katholicisme. En ik ga daar meer over doen. Dus dit wordt niet het uh, definitieve woord daarover. Er is een man. En die staat op internet. En ik moet even onthouden dat ik. Dat ik die eronder ga zetten. Dat ik die even toevoeg aan mijn linkjes. Die zit op First Amendment Radio. En die heet Greg Jasmanski. Ah, die is wel cool, hoor. Die heeft het altijd over de. Ja, over de Katholieke kerk. Alleen maar. <laughs> Eens in de twee weken en dat al ik weet niet hoeveel jaar lang. Hè? Dan zal jij misschien denken van ja, yeah, de katholieke kerk, dat is, dat is van vroeger. Dat is niet meer. Dit is al lang voorbij hoor, want niemand is meer gelovig. Nou, dat heb je dan fout. Punt. Je hebt het fout. Het eerste waar ik het fout op heb is dat de katholieke kerk uh, de, uh, opgedroogd is. Dat is niet waar. Toen, wij hebben in de jaren 90 is er uh, stemtoestand geweest, want er werd duidelijk dat de Europese Unie dat was uh, niet echt gratis. Dat zou een hoop geld gaan kosten. En het idee erachter was dat er dan uh, beter en makkelijker handel gedreven kon worden met andere Europese landen. Het tegenovergestelde werd in 1996 duidelijk. Toen wij, dus de middenstand hier in Nederland, overstelpt werd met nieuwe Europese regels voor de Europese handel. Dusdanig dat klanten van mij uiteindelijk de deuren konden sluiten. Tja... Dit hoor je goed, hè. Ik pak even een kopje thee erbij, hoor. Op deze zaterdagmiddag. Dat kunnen jullie ook doen. Doe je even pauze, maak je een kopje thee. Dit gaat een uurtje duren. We gaan het hebben over de katholieke kerk. Nou, de Europese Unie. Toen wij daar nog goedgelovig mee akkoord gingen. Toen was dat onder de veronderstelling dat wij toch echt duidelijk hadden gezegd: dat wij niet op zoek waren naar een president voor Europa. Ja. Dus Nederland heeft toen, ja, ging daar dan mee akkoord dat wij netto betaler zouden gaan worden. Dat zijn we inmiddels al meer dan 30 jaar. Maar niet dat Nederland een provincie zou worden van Europa. Hoor je me goed? Hè? Nederland zou een soeverein land blijven. En dan niet een of andere joker. Die zegt, hallo, ik ben de president van Europa. Hè? Dat is niet. Dat hebben we duidelijk gezegd. En dat was ons ook toegezegd. Ja, nee, het is alleen maar uh, handelsverdrag. En, uh, ja, dat is toch wel een beetje ja, stimuleren hier, stimuleren daar. Het uh, ja, is allemaal heel uh, positief. Ja. En wat kregen wij vervolgens? Een president. En de eerste president was Herman van Rompuy. Drie keer raden van welke geloofsovertuiging meneer Van Rompuy met zijn afzichtelijke mondbakkers is. Want over één ding zijn we het eens. Het hoofd van Herman Rompuy, dat wil je niet smorgens in de spiegel zien. Ik ben niet jaloers van aard, helemaal niet. Maar in het geval van Herman van Rompuy. Dan... Ja, dan kan ik me nog voorstellen dat als je Herman van Rompuy bent en je kijkt niet in de spiegel. dan hoef jij met zo'n lelijk hoofd jezelf nooit te zien. Terwijl als je Herman van Rompuy niet bent. en je komt Herman van Rompuy tegen in een of andere winkel. Uh, ja, dan mag je er wel even tegenaan kijken. Hè? En daar heeft Herman van Rompuy geen last van. Die was even een uh, mop die dan uh, gebruik maakt van het humoristische vermogen van Arthur Schopenhauer. En Arthur Schopenhauer was een Duitser waar je wel om kon lachen. Ja, ja zo is het. Dus, uh, Herman van Rompuy is een jezuïet, by the way. Of ja... Hij heeft les gehad op drie jezuïetenuniversiteiten. universiteiten. Ga er maar vanuit dat je dat alleen maar krijgt als je helemaal meedoet. Dus de katholieke kerk die is oppermachtig. Het is de enige organisatie die kan, punt 1 kan bogen op een enorm kapitaal. Heb je het over? Op deze aarde, als je kijkt naar uh, de grond waar je wat aan hebt. Dus dan laat ik uh, zeg maar het noordoostelijk deel van de Gobi-woestijn even buiten beschouwing. En dat is het centrale deel van de Sahara. Hè? Dat tellen we even niet mee. Het zuidelijk puntje van vuurland laat me zitten. Even kijken naar het land waar je wat aan hebt. Uh, het aantal vierkante kilometers dat eigendom is van... Een organisatie, dat even mee, de land bezit tussen. De Vaticaan. Dus 20, 30 procent. Als het niet meer is. Met de vredesakkoorden van Oslo. dat ging over die ruzie tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Een ruzie die helemaal georganiseerd was. en in scène was gezet door meneer de katholieke kerk. En toen kwam er een vredesverdrag en toen hebben we die, uh, die Yasser Arafat en hoe heet die ook alweer? Simon Peres volgens mij. Even voor de zekerheid pak je er even bij. Oslo Peace Accords Definition. Wie waren Dat was in ieder geval Yasser Arafat. Lolo, 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 lolo. Kijk hoor. Negotiation partners. Oh, daar zag ik een fotootje. Ja, dat was Simon Perez. Zijn naam staat hier dan niet zo. Uh Nou, ja, Simon Peres, ja. Namens is Israël. En Yitzhak Rabin zat er ook bij. Die is later doodgeschoten. Het is maar wat. Ik krijg hier een mail binnen. Wat is dit nou? Get me off your mailing list. Ik mail die vent helemaal niet. Verzonden vanuit mail voor Windows. toch weg, man. <laughs> Dat is echt heel grappig, dit. <laughs> dit dus, zijn uh, mensen die krijgen spam. En die zeggen dan: Ik ben boos, ik wil die spam niet. En dan krijg ik een mail van. Uh, get me off your mailing list, or I will go spam this mail address with tons of shit. Oh, <laughs> oh, 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 oh. Dat is verzonden aan, ah, dat is mijn e-mailadres helemaal niet. Knap hoor. Anyway. Bij die vredesonderhandelingen van Oslo. En heeft de katholieke kerk 70% van de belangrijke stukjes gekregen van de stad Jeruzalem. Tja. En zo gaat het maar door. De katholieke kerk is dé. organisatie met dé meeste macht. En geen hond die het in de gaten heeft. Raar, hè? En vroeger toen ze die kerken hadden en uh, meneer pastoor en dan moest je iedere zondag komen en anders kwam meneer pastoor langs en zei: hé, hey, wat was je afgelopen zondag? En je moest naar de biecht en, en mensen die kwamen te overlijden, die gingen vlak voor een overlijden al hun bezittingen geven aan de kerk de kerk stond dan gelijk met liefdadigheid en lalalala. Ja, zo is de kerk aan al die poen gekomen, en al die bezittingen, man. En die, die, die katholieke kerk is helemaal niet weggekwijnd. Ga er weg. Het protestantisme, dat is... Uh Dat is helemaal weggekwijnd. Dat is niet meer. En het katholicisme, dat is als nooit tevoren. Dat gaat geweldig. Dit is nog nooit zo hot geweest. Echt niet. Ze hebben een ongelooflijke macht. Serieus, hè? En dat is dus niet van vandaag of gisteren, snap je? Dat is van... Ja, uh... Alle tijden. Het is van zo oud als ja, de weg naar Rome is. Het is wat. En het katholicisme, dat betekent voor ons niets dan slechts. Het katholicisme was altijd slecht, altijd geweest. En iemand als Maarten Luther, die wist dat. En voor hem uh, Jan Hus uit Tsjechië. En Jan Hus, Jan Hus heeft weer heel veel geleerd van John Wycliffe. Wycliffe, Wycliffe. Wycliffe kwam uit het, uh, het Angelsaksische gebied, die eilanden. Uh, Engeland, Schotland, zeg maar. Dat je dat even weet. Het is het gevaar voor de, de mens die graag vrij en zelfstandig wil leven. Dat je het even weet. Het is je grote vijand. En ze zijn medogeloos. De katholieke kerken. De Eerste Wereldoorlog, dat komt uit hun koker. De Tweede Wereldoorlog ook. En uh, mensen die kritisch kijken naar de geschiedenis... die spreken niet zozeer van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nee. Die zeggen heel terecht dat de economische crisis die daartussen zat, dat dat ook een vorm was van oorlog voeren tegen Duitsland. Dus dat in 1914 begon er een oorlog tegen Duitsland en die was in 1945 afgelopen. Dat is dus 30 jaar oorlog tegen Duitsland. En eerder was er een 30-jarige oorlog tegen Duitsland al geweest. En die heet de 30-jarige oorlog. Die was in 30-jarige de oorlog 1618 tot 1648. was een oorlog tegen Duitsland. En waarom? Ja. Nou, Maarten Luther. Maarten Luther was een Duitser. En dit soort dingen, dat als ik zit nou even te kijken naar de 30-jarige oorlog, dan de pagina op Wikipedia. En dan plaatsen ze het niet in die context. En er staat hier dan: um, even kijken, de 30-jarige oorlog, een van de meest destructieve conflicten in de menselijke geschiedenis. Met als resultaat 8 miljoen doden. Niet alleen door militaire veldslagen, maar ook door geweld in het algemeen, hongersnood en ziektes. Plagen. En de slachtoffers waren overwegend en disproportioneel veel inwoners van de Holy Roman Empire. Ja, ja. Hoezo de Holy Roman Empire? Maarten Luther was helemaal niet van de Holy Roman Empire. En hier, 20% van de totale bevolking van Duitsland stierf. 20% van de burgerbevolking van Duitsland is gestorven. Tijdens deze eerste 30 oorlog? Dus kritikasters uh, noemen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ook wel stomweg de Tweede 30 oorlog. En de oorlog werd voorafgegaan door de verkiezing van de nieuwe heilige Romeinse keizer, als een paus mag ik aannemen. Ferdinand II, die religieuze eenheid oplegde aan zijn gebieden. En hij, ja, hij duwde ze romeins katholicisme door de strot. En de noordelijke protestanten staten, uh, die pikten het niet. Die zagen het als een inbreuk op hun recht op religieuze vrijheid. Nou, ja, lijkt me nogal winst. Dus. En de katholieke kerk dacht even van, huppakee. Uh, huh? En dan krijg je dus ook in die tijd uh, dat die katholieke kerk, die oorlog begon tegen Nederland. Met Willem de Zwijger. William de Silent. Ja, nou, die, die leefde tot 1648, dus... Toen Willem de Zwijger overleed, toen hij ja, doodgeschoten werd, dat was, dus het, dat was het einde van de eerste dertig jaar oorlog tegen Duitsland. Want ja. toen werd onze vader des Vaderlands doodgeschoten. En Willem de Zwijger was een Lutheriaan. Zie ik dat hier staan, maar ik heb het erg gelezen. Hoor. Willem de Zwijger, dat was echt, dat was onze. Ja. ja, hier staat het. Willem werd Lutheriaans opgevoed. Zijn familie was uh, zeer religieus en Luthers. En Lutheren is de man van de opstand tegen de katholieke kerk. Zo zit het in elkaar. En katholiek, by the way, dat betekent universeel. Dus als je naar translate.google.com gaat. En dan typ je in aan de linkerkant universeel. En dan kies je voor Nederlands. Of je zet de Detect language. Want universeel, dat snapt Google wel, dat het Nederlands is. En aan de rechterkant ga je naar Grieks. dan zie je het staan. Katholiki. Dus de katholieke kerk, dat betekent de universele kerk. En dat is een ramp. Ik weet, wat, ik weet wat er dan aan mensen zijn die zeggen... Ja, maar ik ken katholieke mensen en die zijn heel erg aardig. En ik zeg je, iemand die heden ten dagen... katholiek is... die heeft het historische besef van een stoeptegel. Of de naaktslak die er overheen kruipt. Uh, iemand die hele ten dagen uh, nog een aanhanger is van het katholicisme. Of, daar niet, uh, of zich daar niet tegen uitspreekt. Zoals ik dat doe. Mensen die zeggen van ja het is uh, leven, later leven en laten leven. En ik vind uh, ja we kunnen wel zeuren over uh, dingen. Maar uh, oh ja, je moet respect hebben voor iedereen. Nee, dan kan je niet nadenken. Den je een probleem, zouden ze zeggen in Brabant, en een probleem met het hoofd. Nee, ik wil maar zeggen: je kan allerlei dieren als huisdier houden. Maar niet schorpioenen. Het gaat niet. Het zijn dingen die wij ons goed moeten beseffen. Dat... En het allereerste, dat als je dan. Uh, dan heb ik het over de katholicisme als problemen. En dan kom ik met voorbeelden van die oorlogen. En de bewijzen daarvan, ja, ze zijn er ten over. En als je er meer van wil weten, het is één berichtje aan Jurk Liesman. En you believe me. Jurk, die, ja, die, ik kan Jurk interviewen wat dat betreft. En dan, dan kan die man wel drie uur aan één stuk. Hij neemt rustig de tijd daarvoor, hij zal het goed voorbereiden. Dan heeft hij allemaal linkjes en toestanden en dan kan hij het helemaal vertellen. Gaat hij ongetwijfeld gaat hij het hebben over Paul Spiers XII en die Frans van Paapst. En dat Jozef Stalin gestudeerd heeft, afgestudeerd is ook nog een keer aan een Jezuïetenuniversiteit. universiteit. Dus Jozef Stalin zat ook in het complot. Snap je? Het is, het is, het is geen geintje of zo. Snap je? Het is verschrikkelijk. Is een, die katholieke kerk zit achter die oorlogen. En dat niet alleen. En wat ze gedaan hebben toen ze nog van de Bijbel waren, toen waren ze niet van de Bijbel. De Bijbel werd ten eerste niet voorgelezen in de eigen taal die de mensen konden begrijpen, maar in een soort hoge taal. Een kunstmatige taal, ook dat nog een keer. Latijn. Latijn is geen taal. Latijn is een. Net zoals een ja, het is een coderingssysteem. De planten die zijn gecodeerd. En het heet dan de lalalala botanicus of zo. Kijk, daar is het leuk voor. Om planten te classificeren. Ja, het is geen taal. Een taal heeft een woord als ik, bijvoorbeeld. Het woord ik, dat, uh, weet jij daar een voorbeeld van? Een Nederlandse zin als ik zie, in het Latijn is dat maar één woord, hè? Dat is een video. Ja, waar is dan het woord ik gebleven in het Latijn? Het pleiten. Het heeft in elk geval niet de centrale plek die het woord ik in het Nederlands heeft. Snap je? En als het woord ik niet meer in de taal zit, waar is dan ik gebleven? Dan is ik dus kennelijk kunstmatig geworden of zo. Dat bestaat niet meer echt, want er is niet eens een woord voor. Dat is Latijn, dat is de taal van de katholieke kerk. In die taal hebben ze de scriptus-receptus omgezet. Nou, dat was nog in de tijd dat ze aan de Bijbel deden. Waarbij ze stukjes van de Bijbel, dat was niet zo belangrijk. Hè? Ja, het volk kon toch de Bijbel niet lezen, want Latijn, dat snapte geen mens. Dus men wist niet dat in uh, Matthäus 23, was het ik? Ja? Matthäus 23, vers 9. Zo. Noem niemand op deze wereld je vader. Er is er maar één die jouw vader is, die onze vader is, en dat is onze vader in de hemel. Noem niemand je vader. En wat is gebruikelijk in de katholieke kerk? Dat wij uh, een heel stuk van die hiërarchie uh, moeten wij aanspreken met de titel vader. Vanaf het niveau uh, priester. Doe een kapelaan die. Uh, yeah? uh, die hoef je dan nog net geen priester te noemen. Maar een priester wel. En de paus gaat zakken. He? Die moet je heilige vader noemen. Snap je hoe ongelooflijk verderfelijk dit is? Noem niemand op deze aarde, op deze wereld, vader. Je biologische vader, oké. Okay. Oké, okay. die krijg je cadeau, ja? Je, je ouders, eh, respecteer je ouders. Dat zegt Mozes, eh? eert uw vader en uw moeder. Je vader, je biologische vader, die mag jij papa noemen. Maar voor de rest is het afgelopen met papa. Je, je gaat niet de buurman papa noemen. Dat is smerig. Dat is pervers. Dat is walgelijk. Dat hoort niet. En die organisatie met al die mensen... waarvan jij geacht wordt om die met papa aan te spreken... Papa is de... Uh, uh, Frans... Uh, il Pope, heet het ook wel, hè? Of de Pope, op z'n Engels. Uh, papa. Italiaans is het voor mij ook. Papa Sanctus, zal het wel zijn. De Heilige Vader. Hij is afgedreven, man. En... ...dan heeft die katholieke kerk... ...ze hebben die oorlogen gesticht... ...ze hebben, ze hebben de financiën totaal in handen... ...ik was aan het opzommen, het land... ...20, 30, 40 procent van het land wat ertoe doet... ...dat is in handen of staat onder controle... ...van de katholieke kerk. In Amerika heeft Woodrow Wilson... ...in 1913... Heeft hij het financiële systeem, het hele hebben en houden, overgedragen aan een private club van mannen met dikke buiken, die sigaren roken? Dat vonden ze lekker. En dan een beetje cognac erbij tanken. En dan een blondine erbij of een brunette als het vergaderen voorbij was. En dat is geworden de Federal, Federal Reserve Bank. Die verdient er geld, jongen. Want als de Amerikaanse overheid geld nodig had, dan was het voorheen, dus voordat die Federal Reserve er was, was dat de Amerikaanse overheid dan de geldpers aanzette en voor zichzelf, voor de infrastructurele werken die ten goede kwamen aan het gehele Amerikaanse volk, en dan werd er geld bijgedrukt, met als gevolg dat je dan inflatie veroorzaakt, natuurlijk. Hè? En dat hoort erbij. Kijk, de overheid heeft besloten om uh, het kanaal van, uh, ik noem eens wat, Ohio naar uh, Kentucky, om dat te gaan verbreden. Ja, dat, dat moet betaald gaan worden. Nou, dan kan je zeggen, dan ga ik bij iedereen langs met de hoed. Dan ga ik de geld ophalen, iedereen geld vragen. Maar oh, wat een gedoe. Wat je doet is, uh, je print dat geld er zelf bij. Je creëert daarmee inflatie op termijn. En ja, die investering van het kanaal van Ohio naar Kentucky, ik zeg maar wat hoor. Dat wordt dan lekker breed en er kunnen meer vrachtschepen erheen. En iedereen gaat weer lekker geld verdienen. Dus dan is die inflatie niet erg. Maar nu, als de overheid nu in Amerika geld nodig heeft voor, zeg maar wat, hè, dan moeten ze naar de Federal Reserve gaan en daar moeten ze toestemming vragen tot het drukken van geld. En die toestemming wordt verleend middels een contract en over dat contract moeten ze rente betalen. Dus. Ze mogen nog steeds het geld printen. Dat, dat, dat maakt de Federal Reserve geen bied uit. Dat is voor hun alleen maar extra werk. Hè? Van, ja, je mag wel geld printen. Maar alleen als je dit contract ondertekent. En wij krijgen zoveel procent per jaar van dat. Hè? Het is te gek voor woorden. De Amerikaanse regering drukt er. Zeg maar, ik noem maar wat: 10 miljoen dollar bij. Hè? En dan uh, over het eerste jaar gaat gelijk uh, 3% naar de Federal Reserve. De Federal Reserve zegt, nou, je mag wel uh, 10 miljoen dollar erbij drukken, maar uh, wat willen ze dan? Nou, zeg maar dat ze 1% willen of zo. En willen wij wel 1% hoor. Nou, van 10 miljoen dollar is 1%, dus dacht ik, uh, wat is het dan? 10% is 1 miljoen, 100.000 dollar. En zo so, wordt de Federal Reserve wordt slapende rijk. van iedere investeringsbehoefte van Amerika. Dus als de regio Amerika het land wil verbeteren. op dat moment gaat de kassa rinkelen voor de Federal Reserve Bank. En voor zover de Amerikanen niet uit zichzelf aan het lenen sloegen. werden ze dus wel door de strot geduwd met financiële malversaties. Die, die homo-neger. Met die transgender-lul van een uh, vrouw. Die schande voor de negers van Amerika. Die sigarettenrokende slapjanes. Je weet wel wie ik over wie ik het heb. De man die zijn vrouw noemt die Michael. Wel, uh, Michael en I. Ja, Een homo was het. Die heeft Amerika een partij geld gekost, jongen. En de Federal Reserve heeft zich drie keer in de ronde helemaal schuddenbuikend wakker gelachen. En wie kreeg uh, 90% van de poen? Denk jij dat de Federal Reserve in Amerika, dat dan de Board of Directors al die poen mogen houden? Nee, natuurlijk niet. Dat gaat Linea recta naar het Vaticaan. En wat gaat het Vaticaan doen met die poen? Uh, oorlogen stichten, conflicten veroorzaken, zeg maar. Ik zuig dit niet uit mijn duim, hè? Ja, dat ik het even weet. Dit is niet leuk, man. Amerika gaat, is er aan het kapot gaan. En er wordt Amerika volgepompt met uh, bonenvreters... En mensen uit Afrika. Wat doen mensen uit Afrika in het noorden van Amerika? Vluchten? Voor wat? Voor wat? Voor de onderdrukking door de blanke boeren in Zuid-Afrika zijn de negers van Zuid-Afrika helemaal wanhopig geworden en zijn ze weggevlucht naar Noord-Amerika. Dat is niet waar. De blanke boeren in Zuid-Afrika zouden weg willen vluchten, maar geen land die ze asiel wil bieden. Geen land die ze op wil vangen. schijnt op een of andere manier niet te kunnen. Nee, we kunnen hier in Nederland kunnen we wel. Ik weet niet hoeveel 100.000 uit Turkije, Andalusië, nee Andalusië niet, maar noem eens wat Syrië, Koerdistan, zeg het maar. Maar waar is dan onze opvang voor onze eigen nou, broeders en zusters? Die ooit op de vlucht voor de paus verkast zijn naar Zuid-Afrika en daar nu helemaal zitten tussen een, een steen en een harde, een harde plaats? Een rock en een hard place? Nee, we kunnen ze er niet bij hebben, want wij zijn druk bezig met die Somaliërs te eten te geven. Dat is de katholieke kerk die dat allemaal doet. Al die conflicten veroorzaakt. Desmond Tutu. Dat is een fijne meeloper van de paus. Die is daar bezig geweest in Zuid-Afrika. Uh, waar ze een brugje naar vernoemd hebben, die kerel. Nelson Mandela. Die zo fijn stond te zingen met al zijn zwarte broeders en zusters. Uh, slacht de blanke af, slacht de blanke af. Ik zuig dit niet uit mijn duim. Hij uh, periode zie je fout, want hij zong namelijk kill de boers en daarmee bedoelde hij dat hij de landbouwer af wilde slachten en het was niet racistisch bedoeld, maar iedereen die aan landbouw deed, die zou afgeslacht gaan worden en dat vond Nelson Mandela een goed idee. En daar word ik boos van, van dat soort grapjes. Het ging om de blanke. You believe me. Die gaan eraan, jongen. Dat is de katholieke kerk. En dan komt de katholieke kerk ook met dingen als het homohuwelijk. En even jullie allemaal terug bij de les. Hè? Terug bij de les. Ja. Een huwelijk, dat betreft een, een contract, een afspraak, een overeenkomst. Een convenant tussen een man en een vrouw voor het leven. En de achterliggende gedachte is dat die twee in staat zijn om kinderen te krijgen. En die kinderen moeten verzekerd zijn van een thuissituatie. Met een huishouding. En daarvoor heb je die openlijkheid dat je zegt: wij gaan samen door. En pas als je dat. Openlijk heb duidelijk gemaakt. Zodat je moeder het weet, je vader het weet, je opa het weet, je oom en wie er maar van jouw familie in leven is. En wie er maar van zijn familie in leven is. Of haar familie in leven is. Hè? Het is helemaal gevoegelijk bekend geworden. Er zijn ook helemaal geen protestanten gekomen. Protesten, sorry, protesten gekomen. Nou, kijk, dan is het tijd. Hè? om de daad te gaan doen. Voor die tijd niet. Kijk, een auto ga je uitproberen van tevoren. Maar je partner uh, niet. <laughs> ja, uitproberen. Natuurlijk moet je je partner uitproberen, maar dat niet, niet op seksueel gebied. Je moet een partner uh, leren kennen, je moet dingen samen gaan doen, je moet, uh, je moet, uh, je moet tegenslagen hebben meegemaakt. En, hè? Dat wel. En dan ga je trouwen. En dat heeft voor de rest van de overheid geen piet mee te maken. En dat de overheid zegt: Ja, maar als je getrouwd bent, dan krijg je belastingvoordeel. Nou, wij moeten zo volwassen worden dat wij tegen een overheid zeggen: Sodo er erop met je belastingvoordeel. Want wij kunnen zo'n huwelijkscontract zelf opstellen, als je het formeel wil maken, als dat nodig is. Maar als een man en een vrouw samen door het leven gaan. en er komt geld binnen. en ze bouwen een kapitaal op. en dan valt die man van een bouwstijger. en hij is hartstikke dood. En ze hebben twee kinderen. of drie kinderen. Nou, volgens de Nederlandse wet. Uh, hoeft die vrouw zich echt geen zorgen te maken. Als die vrouw kan aantonen. en dat kan ze natuurlijk. door te zeggen: ja, ik ben gewoon Henk. Uh, jarenlang uh, mijn man geweest, die heb ik leren kennen toen ik 14 was. En uh, toen ik 17 was, toen kwam het eerste. En uh, ja, dat is inmiddels alweer 30 jaar geleden. En uh, ja, hij is nu van de bouwstijger gevallen. Nadat nou, hij 30 jaar in de bouw heeft gewerkt. Denk je dat die vrouw het huis wordt uitgezet? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch de moeder van de kinderen, dat nou. Ja, dus voor zover, uh, je hebt dat helemaal niet nodig, dat hele trouwe toestand. En dan erbij, dat de katholieke kerk dan overweegt, daar zijn ze mee bezig, hè? Om dan, uh, sodomieten, dat zijn reetridders. Dat zijn mensen, die hebben het niet over een langdurige relatie voor het leven. Nee, ben jij maf. Dat is een seksuele dingesnajaging. En gewoon om ons te treiteren, willen ze man en vrouw genoemd worden. Gadverdamme. Door twee mannen die het met elkaar doen... zijn niet gelijk een man en een vrouw... die samen door het leven gaan en kinderen willen. Een gezin willen stichten. Dat kunnen twee mannen niet. In de Spijkerstraat, hè, daar woonde ik met mijn gezin. Nou, ik, ben niet, uh, of ik was niet, ik heb er niet zoveel geld, maar... Uh, ik was niet armoedig of zo, ik had wel wat. Maar wij hadden maar een stukje van die woning. En boven ons woonde een stel. En daar weer boven woonde nog iemand. Ooit was dat het huis van een aristocratische persoon. En dat was in drieën gedeeld. En wij hadden de onderkant. Best leuk, was best een leuk appartement. Maar zo zaten wij. En dan drie huizen verderop, daar zaten twee kerels. En die hadden allemaal mooie kleren aan, man. Ik zag ze morgen wel eens en gingen ze naar hun werk. Die hadden zo'n heel pand. Drie, vier etages, als je de zolder meetelt. En nog een souterrain, doet mee, jongen. Ja, vind je het gek, twee kerels die allebei werken. Zo'n baantje als uh, hoofdmarketing. Nee, dat scoort lekker. Maar dat is niet gelijk een gezin. Nou, ik had een vrouw en een kind. En wat voor vrouw? Ook dat nog een keer. Dan heb je altijd als man met een vrouw. Heb je dus, uh, die, ja, heb je, dat ze haar periode heeft. En dat ze last heeft van de hormoontjes. Maar uh, nou, dan kan je ook nog categorie extra pech bij hebben. hè. De pechkaart. Ja, dat had ik ook nog een keer. Ja, dat heb je dan met een vrouw. Daar hadden die twee homo's geen last van hoor. Die hadden dat allemaal keurig geregeld. Dat huis dat stond waarschijnlijk op de naam van Gerard. En Joost die betaalde iedere maand zoveel. En op het moment dat ze in de gaybar uh, waren gekomen. en Joost uh, die dacht: van nou ik vind Henny eigenlijk toch leuker. binnen een week is het contract verbroken en uh, trekt hij in bij Henny. Er is niks duurzaams aan. Door die, die sodomieten, uh, sekswellustelingen. is van vastgesteld bij overlijden, dus gedurende het hele leven, bij overlijden, zo, daar hebben ze een telling gemaakt. vroeger ze aan die mensen, vlak voordat ze doodgingen. Hoeveel partners heb je nou eigenlijk gepaald? Het liep in de honderden. Kijk, dat is andere koek dan ik, hè? Ik heb vier serieuze relaties gehad. En drie vrouwen daarvan die gingen vreemd. Dus die heb ik verbroken. En één vrouw die was katholiek. Ook nog een keer. En dat was uh, de heilige Maria, moeder van God. Jezus, was die dominant. Want dus daar ben ik ook mee gestopt. Nee, het katholicisme. Dat werkt dus naar zo'n homohuwelijk toe, bijvoorbeeld. En dat slaat nergens op. Dat hebben we helemaal niet nodig. En ze doen nog meer dingen hoor, op dit terrein. En ze zijn opper, opper, oppermachtig. En over de remedie daartegen. daar kan ik het nu niet meer over gaan hebben, want ik zit bijna tegen het uur aan. Maar die is er wel. En die remedie ligt bij onszelf. Die ligt bij onze eigen. Moraliteit. Ik zeg het je. Niet buiten jezelf, niet bij iets ingewikkelds, niet bij wat, 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 helemaal niet. Het ligt bij jou zelf. En in jouw relatie met God. En jouw relatie met dat deel. Van de werkelijkheid, wat jij niet kan meten en niet kan weten daarmee. Wat je niet kan tellen. Je kan het niet tellen, je kan het niet meten. Je kan er dus geen kennis van hebben. Maar het is er wel. En het heeft een reden. En die reden, die kan je zien in de werkelijkheid. En dan moet je kijken naar de mooie dingen. Nou, daar ga ik het de volgende keer over hebben. Ja? <laughs> Want wij leven nog. Iedereen die katholiek is, is dood. Iedereen die het oog luiken van. Ja, nou, het moet maar. Ja, kijk, je hebt mensen zoals Peri Winkel en. Uh, ja, die doen zelfs uh, geen vliegkwaad. En, uh, ja, die heb je ook. Is ook leuk hoor. Is ook leuk. En je hebt mensen zoals uh, die katholieken. En ja, die houden meer van afslachten en verkrachten en mensen uit helikopters gooien. En uh, ja, dat is ook weer een hobby hè. Ja, als, uh, mensen uit helikopters gooien. Dat was een hobby van de katholieken in Argentinië. Nou, dat moet ook kunnen. Vind ik hoor dus uh, Perry die doet geen vliegkwaad en iemand anders uh, nou, die gooit graag mensen uit helikopters van grote hoogte. Dat ze echt bij, als ze er in de zee vallen, nou zijn ze zo dood hoor. Heel erg humaan hoor, heel, heel heelal geslacht die mensen. Oh, verder geen rechter of zo, nee, nee, je was niet katholiek. Dus je kop gaat er maar af. Nou, en dat soort mensen, nou, die vind ik ook, die horen er ook bij. Kijk, zolang wij zo nog denken... En al dat katholicisme. En maar gewoon bijnemen. van Ja, nou je hebt altijd wel wat je. Nee. Er is een koen niet zo bond of er zit wel een vlekkie aan. Dus laten we het katholicisme ook maar accepteren. Ja, nou dan ben jij dood. Moet ik huilen op jouw begrafenis? Op je crematie? Moet ik huilen bij het overlijdingsbericht van jou in de krant? Wat denk je? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Laat de doden de doden begraven, namelijk. Wie kan er niet dood behalve de onsterfelijke? Nou, degene die al dood zijn. De onsterfelijke kan niet dood. Christus Jezus kan niet dood. Die is onsterfelijk. Ja, als je dat een keer snapt. Maar de andere die niet dood kan, dat is de doden. Maar we maken hem uit dat er een dode dood is. Wat is dat nou weer? Uh... Moet je daarom treuren? Waarom? Er was een hele mooie toespraak die ik hoorde. in een protestante kerk. Want ze bestaan nog hoor. De echte ouderwetse keihard 100% protestant. Protestant. Was bij een begrafenisdienst. Dat die voorganger. Tegen de verzamelde zei: Wat doen jullie hier? Rouwen? Om wie moet er gerouwd worden? Om, en dan de naam van die persoon, wij noemden hem uh, Oude Opa. Het was de opa van de moeder van mijn kind. Rouwen om Oude Opa? Of moeten we rouwen om jullie? Door wie is er hier dood, als ik zo vrij mag zijn, om deze vraag te stellen? Dus het was daar niet uh, gewenst dat je in die gemeente met een zakdoekje bij je ogen. Oh, ik vind het zo erg dat hij dood is. Nee, dat doe ik niet. Ben je zelf nog in leven? Daar gaat het om. Anders moeten we gaan rouwen om jou. Kijk, en nou dan wordt het een ander verhaal. Snap je? En zo met die reine, zuivere, katharse gedachten. Want katharsis betekent zuivering. Dat is Grieks. Met die zuivere gedachten kunnen wij dat katholicisme van ons afschudden. En de ruimte creëren dat Christus Jezus, onze Heer. Terug kan komen. Maar wij moeten eerst begrijpen dat de Antichrist niet nog komt over een tijdje. Wij moeten begrijpen dat hij gekomen is. Heel lang geleden al. En al alles bij elkaar zo'n. Nou, zeg maar vanaf het jaar, pak een beet, uh, 300, 400. Hebben wij de antichrist? 1600 jaar geleden, jongen. Het is, ik weet niet hoeveel generaties. 1600, 4 16. 64 generaties. 64 en 60 generaties. Think about it. Denk daar eens aan. En het is tijd voor ons om te snappen dat dit aan de hand is. Dan hoef je voor mij nog helemaal niks te doen. Je hoeft nog niet in actie te komen. Dat, dat interesseert me echt helemaal niks. Ja? Nou dan. En dan zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag protestantjes in de dop.